Op 25 september organiseert SV Geuldal op de locatie in Wilrij een clinic voor gehandicapte voetballers. Over het idee om dat te gaan doen, over de opzet van deze dag en met welke bedoeling het gaat gebeuren, weet bestuurslid Bart Schroef een en ander te vertellen. Bart, ik denk dat ik mag zeggen, eindelijk, het gaat gebeuren. Leg eens uit. Ja Henk, dat klopt, correct. We hadden de plan, of de bedoeling was eigenlijk dat we in 2020 al een clinic zouden gaan organiseren voor mensen met een beperking. Dat stond gepland voor in oktober. Echter, toen kwam de tweede golf corona eraan en ging alles op slot. Dus toen hebben we hem moeten cancelen. Vervolgens hebben we wel dat idee niet altijd in de ijskast laten liggen. En toen er meer vrijheden kwamen, hebben we hem dus nu gepland voor zaterdag 25 september op de locatie in Wilrij. Dan willen wij een clinic houden voor mensen met een beperking, kinderen en jongvolwassenen, tot een leeftijd van 35 ongeveer. En wat is de minimumleeftijd? Nou, laten we zeggen, in principe geen minimum, een jaar of 10 ongeveer. Dus, en dan willen we onder professionele begeleiding van Joop Dessier. Joop Dessier is een oud keeper bij Roda geweest. Daarnaast heeft hij jarenlang gewerkt als leraar bij Atlante in Houten. En hij heeft er al ervaring mee hoe hij dit soort mensen moet begeleiden, sport kan stimuleren. En hij gaat ons die dag ook helpen. We hebben van tevoren contact met hem gehad. Hoe je dit moet aanpakken, waar je moet letten en wat de bijzonderheden zijn. En wat is de inhoud van die dag? Wat gaat er gebeuren? Gaan ze alleen achter een bal aanholen? Nee, de inhoud, de bedoeling is dat we allerlei spelvormen gaan doen. Uiteraard ook gebaseerd op voetballen. Het belangrijkste is denk ik plezier. Dat is het belangrijkste en plezier in sporten. En dat dat dan nu toevallig voetballen is, dat is dan omdat wij een voetbalvereniging zijn uiteraard. Onze insteek is, op termijn willen wij heel graag een G-team binnen onze club hebben. Omdat wij denken dat onze club moet openstaan voor alle mensen. Ook mensen met een beperking, of het nou lichamelijk of geestelijk is. Wij vinden dat iedereen zich bij ons moet thuis voelen. Denk je dat er animo voor is? Zijn er in een omgeving of een directe omgeving veel verenigingen die een G-team hebben? Nee, want dat is ook eigenlijk mede een van de redenen waarom wij dit initiatief willen starten. Wij zien dat met name in het Heuvelland nog maar vrij beperkt aantal verenigingen een G-afdeling heeft of een G-team heeft. En volgens ons moeten er toch nog wel behoorlijk wat mensen zijn die hiervoor wellicht interesse in hebben. We liggen wat dat betreft natuurlijk denk ik toch wel centraal in het Heuvelland. En we hopen dan ook dat nog veel mensen zich zullen aanmelden hiervoor. Nou, komen we dadelijk even op terug. Even over 25 september. Kunnen mensen zich daar nog voor aanmelden en hoe moeten ze dat doen? Ja, uiteraard. Heel graag zelfs. Ze kunnen zich aanmelden op het e-mailadres g-voetbal@svgeuldal.nl. Moet ik wel even spieken zo meteen, want het telefoonnummer waar je eventueel zou kunnen bellen voor informatie, kijk niet uit mijn hoofd. Dat is Johnny Bagge. Daar kunt u mee bellen. Is telefoonnummer 06-1277-1050. Nogmaals, 06-1277-1050. Ik heb ook begrepen dat jullie het telefoonnummer in beeld laten komen, dus dan kunnen ze daar altijd mee bellen of mailen. Dat moet de techniek doen, want daar heb ik geen verstand van. Maar het zal ongetwijfeld goed komen. Ieder zijn eigen vak uiteraard. Bart, op termijn, nee wacht, even een vraag. Hoe laat is dat eigenlijk op 25 september? We willen beginnen om 2:30 en een uitloop tot 3:30. En aan de hand, de koffie en vlaar staat klaar. Ouders die wat meekomen, die kunnen gerust plaatsnemen op het terras of in de kantine. Daar zullen we voor zorgen. Oké, mooi. En dan zeg je op termijn dus een G-team. Is er binnen de club animo voor? Heb je mensen die de truien betalen? Heb je vrijwilligers? Want die heb je natuurlijk wel nodig. Dat is net eigenlijk het verrassende aan het hele verhaal. De mensen eromheen, de sponsor, die hebben we al klaarstaan. Die hebben zich al vooraf al aangemeld. Ik heb al 4 mensen die dat team willen begeleiden en wekelijks willen trainen. Nu nog de spelers. Dus dat is ook mede de oproep aan ons van meld je. En dan gaan we in eerste instantie in zin trainen en kijken hoe we dit kunnen verder vormgeven. Intenties wel, zeker als we genoeg spelers hebben, tweede helft van het jaar wedstrijden gaan spelen en wellicht op termijn competitieverband. Oké, okay, nou ik zou zeggen veel succes ermee en wie weet als het zover is, kom ik een keer filmen. Heel graag, dankjewel voor jullie tijd en ik hoop dat heel veel mensen zullen reageren en
dat we veel enthousiaste spelers kunnen vinden.